Welkom op de voiceofholland.com. En ik hoop dat je een snelle verbinding hebt, want anders duurt het filmpje laden af en toe wat langer. En dan gaan we nu praten met de vier reporters over de dag van vandaag. Guy. Een van mijn nieuwe aanwinsten van het team van Velzen. Daar was ik ook heel erg blij mee. Was het een kippenvel momentje? Meer dan. Ik vergat te drukken. Als je het terugziet, dan zie je me echt schrikken van... Oh, ik ben... Dus ik... Wauw, ik ben nog steeds echt een beetje onder de indruk van die laatste auditie. Hey, heb je de winnaar van de Voice meeting? Weet ik niet. Dat is natuurlijk heel lastig. We krijgen morgen nog een hele dag kandidaten. Een aantal van de coaches, andere coaches hebben ook hele sterke kandidaten. Ik heb wel een hele sterke selectie. En ik denk dat ik wel eind ga komen. Maar weet je, we zitten hier eigenlijk voor hun. En het maakt voor hun... Het zal maar een heel klein beetje uitmaken met welke coach je aan de slag gaat. Het gaat wel uitmaken, want die coach gaat toch samen met zijn beslissing maken en ze aan de hand nemen. Maar de grote lijnen, weet ik niet of er nou iemand door toedoen van een bepaalde coach een finale plek zal mislopen. Dan moet het gek lopen. Hey boys. Kijk, dan heb je Boys from the Voice. The Voice Boys bedoel je? The Boys of Holland. The Boys of Holland. Waar heb je het over? We hadden het heel even over Eline. Dat het baalmomentje van iedereen. Ah, ja. Come on, Eline. Ik had een andere baalmomentje vandaag, maar goed. Gaan we niet verder over hebben. En doei. Twee willekeurige Volendamse straatjongens die voorbij gekomen zijn. En toevallig in een kledingdepot wat net de kleren hebben gekregen. Ja. Help ze. En alsnog zien ze er dan uit. Ja. We zamelen geld in voor ze. We openen binnenkort een heel rekeningnummer. Ja. Help ze. Want niet alleen zijn het Volendamse straatjongens, maar ook iedere cent die ze verdienen moeten ze delen. Vergeet u dat niet.